Het is vandaag de internationale dag tegen de seksuele straatintimidatie. Daarom gaan Lisanne en Marloes vandaag op pad om aandacht te vragen voor deze dag. Ik merk heel erg dat ik dus iedere dag hiermee bezig ben. Ook 's avonds, het moment dat je alleen over straat loopt, heel vaak met oortjes in en dan de muziek uit. Zodat als er iets gebeurt, hoor je het wel, maar dan hoef je niet te reageren op iemand. Of ik ben aan het bellen met een vriendin van me. Het wordt ook gewoon van jongs af aan bijgebracht dat je niet alleen over straat moet gaan 's avonds, omdat het gewoon gevaarlijk kan zijn. En daardoor leven er heel veel mensen in angst. En ik denk dat dat gewoon langzaam wat minder moet worden. We zijn vandaag aandacht aan het vragen voor seksuele straatintimidatie. We lopen een route van station Velperpoort naar de Korenmarkt uiteindelijk. En op verschillende plekken waar dat veel voorkomt schrijven we catcalls op straat en het meldseksuele-intimidatie, het Instagram-account, zodat we meer aandacht vragen voor dit probleem en dat mensen ook weten waar ze dit eventueel zouden kunnen melden. Ik vind het wel goed. Ik woon hier om de hoek en ik had laatst ook een jurkje aan en ik zat op de fiets. En toen zei een man ook zo, goedemorgen. En toen dacht ik een beetje, nou, ik twijfel dan nu de volgende keer, want als ik dat jurkje aan doe, hoef ik dan wel hier door de straat moet fietsen. Maar het is een goede actie, ja. Ja, ik vind het wel goed, want ik denk dat mensen veel te snel dingen zeggen en niet echt doorhebben wat het misschien doet met iemand. Dus misschien als ze dat dan zien staan, dat ze denken, oh, het is niet, ja, het is best wel een ding om zomaar iets te roepen naar iemand. Ja, ik vind het geweldig, want alle kleine beetjes of grote beetjes helpen. En het is iets wat uit de wereld gebannen moet worden. He, niemand wil geïntimideerd worden, veroorzaakt angst, ga je slecht doorvoelen, stress. En dat is moeilijk genoeg in deze coronatijd. Dus wat mij betreft heel goed. Ja. We zijn in Arnhem heel actief met de bestrijding van seksuele intimidatie. En we hebben helaas een aantal plekken in Arnhem waar het te veel en te vaak voorkomt. Dat is onacceptabel. En ik vind het ontzettend goed dat er jongeren, artesstudenten vandaag ook hier een statement maken. Namelijk dat seksuele intimidatie afgrijzelijk is, onacceptabel is. Stop daarmee, doe het niet, is de boodschap, met name richting de mannen.